Een hulpmiddel om buiten mijzelf te treden is voor mij de film. De machine van de mens om zijn eigen ik te produceren. Tijdens haar jeugd in vooroorlogs Berlijn ging de jonge kunstenares Charlotte Salomon graag naar de film. De invloed hiervan zien we terug in haar kunstwerk Leven of Theater. Salomon toont de gezichten van haar personages in close-up en benadrukt zo het effect van de gebeurtenissen die ze schildert op hun gemoedstoestand. Ze toont haar hoofdrolspelers vanuit verschillende hoeken, waardoor het lijkt alsof een filmcamera om hen heen draait. Net als in films zoomt ze daarbij op hen in en uit. De transparante tekstvellen in het kunstwerk doen denken aan kunstzinnige tussentitels uit stomme films. Leven of Theater ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen zij als Joodse vluchteling in Zuid-Frankrijk verbleef. Neem een kijkje in de wereld van Charlotte Salomon. Tot en met 22 november te bezichtigen in het Joods Historisch Museum. Voor meer informatie ga naar jck.nl/closeup.